vele verzoek. Ook vele verzoek. Daar zijn we weer. Zijn we er weer. We zijn natuurlijk nooit gestopt, hè, Isa? Nee. We hebben even een break genomen. En een hele interessante break. Vertel. Nou, ik... Wanneer was dat? Hebben we in december dat gestuurd? Of... Ja. Ik, ja, voor mezelf heb echt tijd genomen. Ik ben echt de stilte ingegaan. Ik heb natuurlijk wel ander werk gedaan, af en toe. Maar ook in de dagen, de feestdagen die kwamen, in januari heb ik heel bewust... Ik was ook heel moe. Ja. Er kwam heel veel moeheid uit. Dus ik heb eigenlijk gewoon de tijd genomen om niet na te denken, maar gewoon in te zakken. Erin te zakken. Gewoon in het gevoel. Ja. Soms best een beetje vervelend. Maar ja, ik ben er nog steeds. Ja. Ja, ik maak het altijd heel dramatisch van tevoren. Dat ik denk, dat vind ik heel eng. En, maar dan valt het allemaal best mee. En jij? Het doet me heel snel hoor. Ja, even denken. Nou, ik kwam natuurlijk in een situatie dat ik thuisschool moest doen. En dat was niet nieuw. Dat had je al eerder gedaan. Ja, dat heb ik natuurlijk in de eerste lockdown gedaan. En dit was de tweede keer. En mijn zoon had echt wel veel tijd nodig of aandacht. Dus ik moest hem echt helpen. Dus wij zaten elke dag tot een uur of twee thuisschool te doen. En ik was heel blij dus dat wij even een break hadden. Want als ik dan ook nog, wat ik in de eerste lockdown deed... Ja, ook nog moest werken. Eerst mijn zoontje lesgeven en daarna nog heel snel al mijn eigen werk. En doen dat, toen zat ik echt hoog. En nu dacht ik, het is heel simpel. Ik geef alle aandacht aan mijn zoon, dus ik was ook heel erg aanwezig. Ja. En daarna is het gewoon minder druk. En dat heeft inderdaad... Ik ben ook veel meer naar binnen gegaan. Ik ben gaan mediteren. Doe ik elke dag nu. En dat is heel fijn. Ik weet niet of andere mensen daar... van jouw meditatie. Nou ja, en ik heb me wat meer op mijn relatie gericht. Wat ook heel fijn is, vond ik. Ik vind het een ingewikkelde situatie dat we... Ik vind de wereld heel ingewikkeld. Wat zou ik daar nou over zeggen? Ingewikkeld is een veelomvattend woord. Ja. Misschien moeten we het nog eens een keer specifieker op ingaan. Ja, dat is misschien ook wel goed. Maar we zijn dus weer terug. En waarom komen we toch terug? Omdat we nooit weg zijn geweest natuurlijk. Ja. Want we hoorden van vrouwen die hadden dan niet echt goed geluisterd naar onze vlog. Van, oh, gaan jullie stoppen? Oh, wat erg. En nee, we gaan niet stoppen. We nemen een break. En, want bij ons ging het erom, walk your talk. Wij zeggen natuurlijk altijd tegen vrouwen in onze levensfase van... Ja, ook in ons boek hebben we het daar heel erg over gehad. Van, ga meer voelen wat je hartje je vertelt. En zorg dat je in ontspanning blijft. Want stress verergert alle klachten. En stap uit het riedeltje wat je misschien altijd al hebt gedaan. Als dat niet meer is waar je blij van wordt. En wij waren even niet meer blij in wat we deden. Ja. En dan moet je even... jezelf de tijd gunnen om te kijken dat je weer bij dat gevoel kan komen. Want wat we wel merkten, volgens mij allebei, of dat weet ik, is als we het erover hadden, over vrouwen helpen en vrouwen wegwijs maken in deze gekke periode waar je doorheen gaat, dat we dan elke keer weer aangingen. Want we hebben natuurlijk ook wel eens een interview nog gedaan voor het boek. Zeker. Dan hoorde ik ons weer allebei zo gepassioneerd, dacht ik, oh wat fijn om te voelen. En daarna zakte ik weer twee weken in rust. Maar dat is gewoon goed om te merken dat de kern bij ons is er gewoon. Dat we heel graag vrouwen willen informeren, inspireren naar jullie dus. Ja. En onszelf ook. Ja, en onszelf. Het is een soort vicieuze cirkel. Ja, dat zeg je goed. Ik dacht, wat ik wel interessant vind aan deze lockdown is dat als je hem goed pakt... Dan kun je dus ook die tijd nemen voor jezelf. En dat hebben wij wel gedaan. Ja, ik merkte bijvoorbeeld die avondklok, om toch even op één ding in te gaan, dacht ik eerst... En op een gegeven moment dacht ik, oh, ik vind het wel lekker. Ik ben gewoon thuis met mezelf. En ik heb niet die afleiding. Want ik zie wel, dat zullen misschien meer mensen herkennen, weet ik niet. Maar het kan ook afleidend zijn van je eigen struggles of je eigen leven. Dat je even geen zin hebt om dat allemaal te voelen. En dan maar denk ik, oh nee, maar ik ga op. Nee, maar ik heb het ook heel druk. Ik moet uit eten, ik moet naar dat feestje, ik moet daar naartoe. Oh, ja, ja, ja. Dat heb je dan even niet meer. Dus dan word je echt teruggeworpen op jezelf. Ja. En dat vond ik wel. Ja, ik vond het wel wat hebben. Dus dat vond ik wel weer een plus daaraan. Ja.
Nou ja. Ik zou het leuk vinden om te weten hoe jullie deze tweede lockdown hebben beleefd. Of het ook ergens goed is geweest voor jullie. Wij zijn sowieso wel van, maak er dan maar iets moois van. Ja. En allebei nu helemaal stil. Wat dan? Hey, die verstilling, ik ben iets stiller geworden, merk ik ook. En ik vind het eigenlijk heel fijn. We hadden net twee mensen over de vloer. Vind ik toch ineens veel. Is ook zo. Ja. Moet ook wel weer snel veranderen hoor. Gewoon terug naar het leven. Maar het is goed dat de lente eraan komt. Heel fijn. Goh, wat geniet ik daarvan. Ja. Hebben jullie dat ook zo? Oh, als het een dag weer koud is en grijs, denk ik... Nee, het was toch weg? Het was nu toch zon en lekker? We willen er weer uit. Nou, dat helpen, dat wandelen helpt me ook even. Oh ja, wij wandelen heel veel, hè? Oh, wat vind ik dat toch fijn. En het maakt me dan ook niet uit of ik met iemand... Dat vind ik heel leuk trouwens. Ik ben nu echt ook met mensen aan het wandelen die ik ook al lang niet had gezien. Kan gewoon. Ja. Je doet dat voor je hoofd, voor je lichaam. Eigenlijk is wandelen voor vrouwen in onze fase het beste activiteit, hè? Ja. Maakt en je hoofd leeg en je hele lichaam wordt goed doorbloed. Je hebt vitamine D. Heerlijk. Ja. En we hebben ook alweer plannen. Dus dat vertel. Ook wel. Nee, ga ik helemaal nog niet vertellen. Nee, dat komt wel. Ja. Nee hoor, dat gaan we allemaal nog delen. Dus, denk jij dat we nu, omdat we dit hebben gedaan, dat we dan, omdat we nu weer aan het opstarten zijn, dat we het anders aanpakken? Deels hoop ik dat. Want dan zeg je, hoezo? Want deden we het dan niet goed? Jawel, we deden heel veel goede dingen. Maar het deel waarin we allebei onszelf voorbij liepen, dat vond ik niet zo leuk. En ik hoop dat... Want ik zie de valkuil. Ik zag het ook in de dagen dat ik even weer wat afspraken had achter elkaar. Toen dacht ik, daar is mijn valkuil. Dat ik dus te snel bijvoorbeeld achter elkaar iets plan. Waardoor, als ik in een afspraak zit en stel het zou iets uitlopen, dan heb ik stress. En dan moet ik de volgende alweer appen, want dat maakt het stressvrijer. Hè? Dan zou ik appen, ik ben wat later. Okay. Maar als je dat dus 2 of 3 afspraken op een dag hebt, ja, dat... dus dacht ik, dat zijn van die dingetjes. Het was goed dat het even gebeurde. Ja, dat ik dacht, dat mag ik ook weer. Dat mag ook allemaal anders. En toen was ik wandelen met een goede vriend en die zei, ik doe nog maar 1 afspraak per dag. Oh ja? Toen dacht ik, wauw. Goed. Ja, hij zei, vind ik genoeg. Ja, is ook zo. Hij zei, ik word wat moer in deze tijd van alle indrukken, omdat je veel minder indrukken hebt. Mm-hmm. Toen dacht ik later, word je er moer van of voel je nu pas echt wat het is? Ja. En dat wij in die andere tijd waarin we leefden, die we niet meer kennen bijna, gingen we maar door. Dat jagen. Ja, interessant dat deze periode zo samenvalt met onze overgang, hè? Want... De hele wereld lijkt toch wel een beetje in een soort overgangsfase. Ik hoop naar mooie dingen trouwens, daar ga ik vanuit. En ik weet nog dat ik in die periode dat wij hadden gekozen om te stoppen, dat ik heel veel last had van klachten. Opvliegers, nachtzweten, geïrriteerd. Mm-hmm. En dat is wel minder geworden. Ja. Dus dat is best wel omdat ik dus veel meer de ontspanning ben gaan zoeken en yoga ben gaan doen en mediteren, is mijn lichaam rustiger. Nice, hè? Zoiets om over na te denken. Nou, ik denk dat dit hem dan weer was. Ja. Even onze eerste... Voor nu. Voor nu. Tot de volgende keer. En we hopen dat het jullie heel goed gaat. En als je het leuk vindt, reageer. Want we zijn heel benieuwd hoe het met jullie gaat. Waar je tegenaan liep of loopt. Ja. En als je iets van ons zou willen, mag je ook delen. Dus ik denk, dames, kunnen jullie daar eens iets mee doen? Precies. Altijd leuk om te horen. Ja. Of we er iets mee kunnen is een tweede. Of we er iets mee doen ook. dus tegenwoordig. Maar laat het ons weten. Ja. Oké. Fijne dag. Doei.